Tracy Metz, Maartje van der Heuvel, van harte gefeliciteerd met het winnen van de Gouden Tulp. Het beste informatieve boek van 2012. Hoe voelt het om deze prijs te winnen? Ik ben dolblij. Hoe meer mensen hier kennis van nemen, hoe liever het mij is. Dat water is een heel groot ding voor Nederland. En we zijn het een beetje vergeten. We vinden het heel vanzelfsprekend om beneden de zeespiegel te wonen en daar ons geld te verdienen en met de auto te rijden. Maar het is helemaal niet vanzelfsprekend. Dus hoe we dat in de toekomst gaan doen, dat is dit verhaal. En dat is wel een verhaal waar iedereen van op de hoogte moet zijn, vind ik. En waar ik ook zo blij mee was, want ik ben ook heel erg blij mee, dat het boek de prijs heeft gewonnen vanwege ook de verbeelding en de rol voor de fotografie en de beeldende kunst. Het idee is ontstaan toen ik een jaar in Amerika woonde en merkte hoezeer iedereen naar Nederland keek als voorbeeld voor de omgang met het water. Daarna heb ik een jaar in de Delta-commissie gezeten die de overheid moest adviseren over waterveiligheid. En toen ben ik me gaan realiseren dat dit echt het grote verhaal van onze tijd is. Ja. Zeker met de verandering van het klimaat, meer regen, meer rivierwater, hogere zeeën. Hoe gaan we dat doen? En de hele wereld kijkt ook naar Nederland. Hoe doet Nederland dat? En die kennis exporteren we, daar verdienen we ook goed geld mee. Ja. Ja. En toen vroeg je mij, toen vroeg ik Maartje, daar moeten ook beelden bij. Ja. En toen zei Maartje, goh, dat ben ik nou al de hele tijd van plan om een tentoonstelling te maken over water en de beeldende kunst. Want dat heeft een hele prachtige traditie in de kunstgeschiedenis. Ja. In de 17e eeuw waren er het maritieme en het landschapsgenre van schilderkunst. Nou, op dat snijvlak zijn heel veel prachtige schilderijen gemaakt van het Nederlandse landschap met water. Hè, met scheepvaart, maar ook wat we net zagen met koeien, et cetera. Daar is een prachtige traditie in, dus dat vond ik een buitenkans om dat nu eens goed uit te pakken. Ja, we staan nu op de Huishoudbeurs in de Amsterdamse Rai. De prijs is ook uitgereikt op het hoofdpodium. Hoe was het om deze prijs voor dit publiek in ontvangst te nemen? Ik dacht eerlijk gezegd, zal er überhaupt iemand komen luisteren? Ja. Iedereen is hier bezig met sorbo-sponsjes en afvalprogramma's en alles op en rond het huishouden en het vrouw zijn. Maar er was grote belangstelling. Dus ja. Ik vond het ontzettend leuk om hier voor letterlijk een breed publiek hierover te mogen vertellen. Ja. En ik vind het ook wel reuze swingend. Want heel vaak zijn boekpresentaties een hele serieuze setting. Wij zijn natuurlijk ook eigenlijk heel serieus. Maar het is dus ontzettend leuk om een keer in zo'n hele losse, swingende omgeving een boek te presenteren. Net na de lingerie modeshow. Nou, ontzettend leuk.